your sweet loot inside. Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure. En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Hearthstone. We gaan Hearthstone spelen tegen Gloof met zijn decimate. Verander main minions of de... Sorry. Verander de health van main minions, in principe zijn enemy minions, main minions, naar 1. Dus we hebben eigenlijk in het begin van de beurt gewoon 1. Dus het maakt in principe geen reden uit hoeveel HP je hebt. Het wordt gewoon 1. Dat is fijn om te weten. Vooral met het feit dat hij... Unstable Ghouls gebruik. Die er dus voor zorgen dat ik dus mijn board kwijt ben. Daar heb ik mijn Divine Shield minions voor. In combinatie met de Duplicate. Het is omdat ik die toevallig in mijn handen heb. Maar ik die nu niet nodig heb. Want ik moet nu voor een Ooze. Prachtig begin. Eigenlijk best wel een heel goed begin. Maar een goed begin zegt nog steeds niks. Dus ik ben benieuwd wat hij op het bord legt. Nog een unstable call. Are you freaking kidding me? Oké. Okay. Nou, dan hebben wij dus Frostbolt voor. Om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk van zijn bord te clear. Daar komt het op neer. Nou, daar hebben wij dus zelf ook een hele goede kaart voor. En nou hoop ik dus in beurt 4... Beurt 4 of beurt 5 hoop ik een kettingreactie te veroorzaken. Dat wordt eigenlijk alleen maar beter zo. Dat is mooi. Door beurt 4 die op te leggen. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed. En dan hebben we 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dus dan hebben we... Zeg ik dat goed? Ik denk dat ik dat goed zeg. Maar is afhankelijk waarmee hij aanvalt. En dat is meer het hele punt. Nou hoop ik dat hij met zijn unstable cool aanvalt. Ook goed. En dan hebben we er nog één. En nog één. En nog één. Holy shit. Oké. Okay. Nou heb ik natuurlijk mijn ooze. En die moet ik gewoon lekker laten staan. Daar moet ik niks mee doen. Dus wat ik ga doen, is... ik val eerst met die aan. Gewoon damage doen wat ik normaal tot doe. En wat ik nog niet helemaal door heb... is, reageert duplicate op eigen aanval. Dus stel dat ik die er hierin zou rammen. Zonder Divine Shield even gerekend. Als ik die hierin zou rammen, gaat die dood. Omdat ik natuurlijk mijn 1 held heb en hij 4 attack. Reageert mijn duplicate daar dan ook op? Of is het echt alleen... of reageert het letterlijk alleen op als hij mij aanvalt? Oh, kut. Verkeerde. Oh, ik heb nou 2 duplicates. Oké, okay, dat is prima. Ik ga er ook niet vanuit dat hij mij... erin ramt, zeg maar. Oeh, zombie chow. Oké, hier kan ik nog iets heel moois uithalen. Dus wat gaan we doen? We gaan duplicate doen. En sowieso op die. En deze. Even kijken waar die heen gaat. Dat valt eigenlijk best wel heel erg mee. Remember, kill the loss. Die ram ik even hierin. Nou wacht ik eigenlijk totdat hij zijn... Oh. Oké. Zombie chow. Ja, prima. Doe maar. Ice barrier. Oké. Okay. Die. Daar deed ik het eigenlijk ook voor. Zombie chow. En die drink. Juist. Prima.
over zombie chow. Die heeft trouwens wel heel veel zombie chows, moet ik eerlijk zeggen. Oh, nou begint hij daarmee. Ja. Yeah. En... hop. En dan krijg ik de levens bij. Wat lief. Wat ben je lief? Ja, yeah. Nou heb ik er twee. En dan die. En dan laten we hem zo. Ik heb er nog twee, dus hoe dus ach, weet je. Oh, nou moet ik even opletten. Ja. Yeah. Dat is prima, want dan krijgt hij er wel plus 1 bij. Maar ik heb natuurlijk mijn Ooze in mijn handen. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. Oké, okay, wat ik ga doen is... 1, Sludgebelker. En een Iceland. En... die. Doe ik het goed? Ja. Waarom? Ik spaar hem gewoon... Kijk, waarom zou ik nu al dit gebruiken? What we do. Ja, is prima. Ja, ram hem maar in. Goed zo. Oké. Okay. Doen we hem gewoon nog een keer. Sludgebelker erop. Die erop. En gaan. Oké. Okay. Ja. En nou hebben we dus een fireball. Ja, fireball op jou. En dan doe ik die hierop. En dan doe ik jou. En dan heb jij ineens. Job's done. Geen wapen meer. For the Lich King. For the Lich King. Nou, daar heb ik natuurlijk één. Ice Barrier. Dus dat is eigenlijk best wel kut voor hem. Want dan moet hij eerst nog door die Ice Barrier heen. Nou, tot die tijd. Oh, moet ik wachten tot ik weer een nieuwe Ooze heb? Dat is wel kut. Maar goed, geeft niet. Als ik er nu nog een Ooze bij heb, dan ben ik heel blij. Geen Ooze, maar wel een Flame Strike. Dan mag je eerst door mijn flames heen. Of door mijn barriers heen. Of door mijn images. Sorry, door mijn images. Dus dan heeft hij eerst nog twee images waar hij doorheen moet. En dan heeft hij nog een sludgebroker plus twee barriers waar hij doorheen moet. Oh, dit is kut. Ik wil die niet gebruiken nu eigenlijk, om eerlijk te zijn. Nee, ik ga hier doorheen. Ik ram me gewoon door. Of wie gaat die? For the Lich King. Of wie? Op de barrier. Goed zo. Ja, is goed. Doe maar. Ik wil nu eigenlijk wel een Ooze. Frostbolt. Vind ik goed. Vind ik eigenlijk best wel heel goed. Zo. Zo. Waarom ik die niet gebruik? Omdat ik anders dit kill. Met wat ik op het bord heb liggen. Waarom doe je die er niet tussen? Daar had ik iets meer aan gehad, zeg maar. Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. We redden het zo, hoop ik ook wel. 7. 7 plus... Even kijken hoor. 7 is 5 is 12. 16... 20. Dus heb ik jou. 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 En er gewoon omheen. Gewoon eromheen. Erdoor omheen blijven gaan. Geef niet. Gewoon gaan. Doe wat je moet. Geef niet. Want ik heb natuurlijk ook nog een barrier waar ik doorheen moet.
Au. Au, geef niet. Goed zo. Nee. Kut. Oké. Okay. Goed, wat hebben wij? We hebben hier nog een arcane intellect. Flamestrike. Dat is iets wat ik wel nodig zou hebben. Maar heb ik hier wat aan? Even kijken hoor. 7. Even hard nadenken. 7. Dan komen er 6 bij. 6 bij. 7, 6 is 15. 15 en ik heb er 31. Dus heb ik 2 beurten de tijd. Lukt dat? Dat moet te doen zijn, toch? Ja, dat moet te doen zijn. We gaan ervoor. 17. Oh god. Maar goed, dat houdt dus wel in dat ik hierna nog één... Hij heeft geen wapen meer. Oh, daar heb ik niet eens op gelet. Oh, ik... Nee, niet kloten. We hebben hem. Bam. Jezus. Oh mijn god. Nou, jij? Eet jij hem wel lekker? Zou je nog hard nodig hebben straks? Jezus, Gluth. Ah, dat irriteerde me zo. Weet je, dat hij zijn wapen heeft, dat was nog niet eens zo'n probleem. Maar eigenlijk dat hij alles kon killen door zijn decimate, dat maakte het zo moeilijk. Wow. Oké, jongens, we hebben het gehaald. We zijn één bos verwijderd van Wing 5. Zijn we er klaar voor? Mooi, want dan kunnen jullie die wachten tot morgen. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef een groen duimpje. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen terug in de laatste van de Construct Quarter. Dus, mazzel!